Nee, ik ga het nog kijken. Ja, bro. Ik heb nog niet season 2 part 1 klaar gekeken. Ik moet nog 2 episodes kijken en dan kan ik hier eens kijken. Maar Ja, ik ga het bro. kijken. Zou maar niks zeggen, Danny. Nee, ze kan praten. Ik weet klaar hoe in de hut. Oh. Waar gaat hij Zo mee, was hè? het. Zo het was er was een goede call geweest om weer te zeggen, kijk, hier zijn Anne en dan die ene. Auwe, hè. Die ene was bij je bieter. Nou. Bij je bieter, zei Anneke. Nou. Zeg maar net bij season 2 part 2. Ik ga limiteren, wat jaren er is. Ik wil ze weer terug hebben, die second part. Toen zei ik, kom jij dit terug hier. Okay. Ik denk dat ze gaat zeker terugkomen in next season. Maar dude komt terug. Die dude, wat zijn naam? Die dude wat samen om in Eres, zo is het, man. Die wat voor Eres training doet het. Die gekalde manneke. Die doet wat alle zo, wat alle mensen zo bang voor is. Ik kan hem niet bij zijn naam komen. Perde. Zo perde. Oh. Hij komt, hij is daar zo. Maar niet voor lang, hij maakt niet zo'n appearance aan die episode. Kom maar, hou in Peter Gate. Zie je, een soort vallei, man. En even om aan die been geschieten. Kar. Als ik die soort hit mee bracht, had ik van Mora of een stream. Oké, never mind. What the fuck? What the flip, my bro? Zai is aan. Zak tolies. Nee, fuck. Wat nou? Zai, ik heb maar geen geld in hier. Ze kan streamen alles. Nou, ze zullen ze even een maken op hier. Even leek ze leuk, zo. Allee, jongen. Zie. Wat dan? Toen wachten. Nou. En hij jobt de reincarnation. Het is een gezin, ja, wat alles zijn maag gaat zijn. Toen zei van mij, vrouw, wat de eens moet kijken. Toen is die episode al uit van zijn maag. Toen zei ik, joh, kijk, liever zei je nou. Tweedo. Ik heb eigen gezien van zijn ma en dat is ook mij veel gezegd dat kijk hij in het tweedo. Hebben we een speedboat? Huh? Daarvoor is een speedboat in steeds van wat te noemen die peasant fishing boat erin. Ja, maar die boot is klein. Die boot is lang op. Weet je wel, ik ben een speedboat erin. Maar nou, ik heb eigenlijk gezien van zijn ma en toen dank ik jaren. En ik moet zeggen voor mij gaat spijt is als hij gaat om zijn vader te zeggen. Hij wil niet luisteren. Of als hij gaat om zijn ma te zeggen, gaat hij spijt is. Ja, dat gevoel bij je, man. Nou. Weet je wat maakt voor mij nou een beetje jaloers? Zij heeft maar zijn eisen gekeken. Zo zijn Ian Gowen. Zo die actions van zijn ma is. Hoe zijn ma was in season 1 is nog vars in jouw mind. Zo voor jou mijn zijn te zien immediately is moest lekker. Fucked up, man. Mm-hmm. Waar ik je uit zijn gezien heb. Nou, ik hier het voor die mensen wat hij zo geschreven heeft. Van dat ze nou kijk. Diamond. Alle noemers, die andere type shows, dat alles altijd kwijt gaan voor de almost Blue Skies type of show.
Want alles gaat niet goed voor hij, man. Het reed nooit op hij, man, zijn parade. En zij mind dan, denk hij, doe niets goed. En hij, kom maar, fuck up. In die zin, hij is een van die OP characters. En hij kan niet eens... Oh. Oké. Daar, anders dan moet ons over de berg lopen. Die zijn toch boot aan hem? Nee. Ze zijn eigenlijk gezien, die boot is vol water. Oh, ik zie dat vol water, maar die water glitst hier die boot. Ja, we zien ons met een speedboot, maar het is wel lang dat hier. Dat is gewoon wat speedboot wel omvatten. En ik heb zo'n video eens geverrekt. Nou, maar ik hier voor tijden in nou die mensen wat zoals die manga readers, die mensen zeggen, kijk, nou, als jullie dan die squad, jullie wil toch fokkoli. We gaan een pakken katten uit, mijn broer. Van hoe, wat zijn naam? Rudy is er. Zij zien maar hoe Rudy is, hij is maar eerste met... Eerst met Sophie te bij elkaar, eerst met Eres bij elkaar geraakt. En toen met Sophie. En dan later had hij ons met Rockzoek bij elkaar geraakt. Ja. Maar hij trouwde ons eventueel is allemaal al drie. Ik denk dat die season einde is waar hij en Rockzoek ons nou gaan trouwen. Waar hij basically voor Sophie vraagt of zij, dus like, samenstemt met die hele dan. En dan, ja, zij is basically last. Wat is dat gouden van ons? Is die net wat zij geschiet het die? En wat ik ga carry het. Het lijkt zo zijn. Dat zijn. Brother? Nomad. Oh. Are you okay? Oh, wait! Tjarra. Dit zo. You piece of shit. You tell a motherfucker when you have him chase down a truck full of explosives. Or were you trying to kill me? Huh? What's up with these blueprints? You into engineering? Or you just bombed the shit out of 30 people? Don't hurt him! Please, just let me explain! Don't tell me this was your idea. Now wait. Os got in the silence of heart, and the silence of us. It was a mistake, okay? He got scared! The building was supposed to be empty. Die man heeft zijn weggedrukt. Nou, waar is die koe Sahara nou? Hoe kan ze paniken als niemand om je is? Zo panik net. Naar heel weent. Oulex is Patrick Kakdom. Oké. Goeien. Haha, zijn ponytail terug. Runtime, mannen. Zakken dan, hè? Kijk, kijk hoe lekker. The lab was supposed to be empty. We were given bad information. The goose at the palm, most eyebrows, bro. You two are idiots. So all the rest of your outcasts. The future must be human. Huh. Project Deus wants to make computers that's smarter than we are. What about Paula Madeira? She give you those blueprints? No.
Daigoro figured out how to use her energy cells as an incendiary device. We kept it secret from her. Especially after we killed those people. Paula is too important to us. Are you still gonna kill us? Now, as much as I'd like to tear you to pieces, with Sentinel out there, I still need you. But you bet your ass I'm telling Paula what you and Haruhi did. Last option of Atamula Duataman. Tell her I'm sorry. I have to do it myself. They found us. Be ready. I guess actually not disappointed any fight that was if was saying fish of it. Hey Nomad. Yeah. What do you know about data security? A little. It's I know that the next mission to reactivate. One of Sentinel sector bosses, Meridian, has gotten a hold of a Skell algorithm that analyzes phone, email, and social media patterns. There's probably a lot of sensitive data in that mess. Yes. The algorithm takes advantage of online vulnerabilities. Once verified, it can be uploaded to the cloud where everybody in Sentinel can access it. With the data, Meridian can target outcast agents and their families. So where do I fit into all of this? Later today, Meridian and his three lieutenants are meeting to verify their intel and start the algorithm protocols. I'm hoping you can stop them. Listen, I'm not your private assassin. I know. But listen, Meridian and his men are heartless. With this info, not only are the outcasts in grave danger, but so are their loved ones. Okay. Okay, I'll see what I can do. Where should I start looking? One of his goons? Got it. But the TV help me. Got a bomb in top. He's Madara. Praze no sa Madara. Hey, you. Leave me alone. I don't have energy for you. You're the way my mannequin no anna stop gekomen and I say, hey, you. Salaman Suyar is my camp to flirt is with the goose. I'll tell you. Haruhi and Daigoro. They bombed that Skelltech lab. I heard the rumors. But Haruhi and Daigoro would never hurt anyone. Select also right they for iemand wat a magazine and a wall creator. Nee, fuck. I always thought, I don't know, someone was trying to set them up. Zien zij. Make them look like terrorists. Hij binnen is toch altijd hier. And they use one of your energy cells as the bomb. Daigoro was able to adapt the technology. And Sentinel. They figured Bizarre out. Somebody can access the type of for okay, Rick. Oh, no, I got a man character. I like us of the young makeup who does was a word, man. As is it was a knop. You're going to be okay. It's a little bit of jeans and van a jeans at your hat. You know that phrase, the truth will set you free? Yeah, I've read it. Ah, ik moet zeggen nou. Ik moet zeggen. It's not true. Jullie van die game. The missions, the way the missions are scrapers and the cutscenes are scrapers. Maybe I should have sided with the AI. Oh, yeah. At least your computer program's consistent. That's really erg kwaai. People always like let you down. You can rely on people more than you actually, think, Paula. It's just vol die story volg van die mission. You'd be surprised. I talk to some wolf looker. Twitchy one. Dark the twitchy eyes. It's high in us, huh? What? In sport.